10 verschillende soorten schildpadden, waarvan 2 voor op het land en 8 voor in het water, leven er inmiddels bij de opvang van Fauna Watch aan de Vijverdalseweg. Omdat het er inmiddels zoveel zijn, moest de opvang, bijna een jaar na de officiële opening, al worden vernieuwd. We hebben daar allemaal 1000-liter bakken geplaatst. In die 1000-liter bakken zitten verschillende soorten. Maar zitten ook bijvoorbeeld schildpadden die door ziekte beter apart gehouden kunnen worden van de grote groep. Daarnaast hebben we ook landschildpadden nu. Die zitten aan het linkerdeel. Dus die hebben geen water nodig. Die hebben een huisje waar ze kunnen zonnen. Daar zit een glazen dak op om het extra warm voor ze te maken. En die hebben daar weer een leefomgeving die geschikt is voor hun. En oorspronkelijk was de schildpaddenopvang puur voor lettersierschildpadden. Dat is de invasieve soort die hier in Nederland heel erg veel gedumpt wordt. Maar we zien ook dat er heel veel andere soorten op zoek zijn eigenlijk naar een opvang. En omdat heel veel mensen ook nog schildpadden thuis hebben in slechte omstandigheden, vinden we het ook belangrijk om educatie te geven. En daarom hebben we ervoor gekozen om meer soorten op te gaan vangen, zodat we ook over de specifieke noden van verschillende soorten kunnen gaan praten. Want vaak wordt bijvoorbeeld een landschildpad of een waterschildpad gezien als één soort schildpad. Maar we hebben bijvoorbeeld waterschildpadden, als je die in 50 centimeter water zet, dat ze verdrinken. En dat horen we vaker dat gebeurt bij mensen. En door nu allerhande soorten te plaatsen, kunnen we op momenten aan mensen heel veel uitleg erover geven hoe ze voor een specifieke soort bijvoorbeeld moeten zorgen. Na de opening kreeg Fauna Watch enorm veel aanmeldingen van mensen die een opvangplek zochten voor een schildpad. Ik denk als we alles hadden aangenomen wat we hadden gewild, dan zaten we nu op 500 schildpadden. Het is een enorm groot probleem. We kunnen helaas niet zo snel zoveel schildpadden opvangen, omdat we natuurlijk ook rekening moeten houden met de gezondheid van de dieren. Bijna 95% van de dieren is ziek. En we wisten dat veel dieren in slechte omstandigheden leefden, maar dat er zo'n hoog percentage zieke dieren was, daar waren we ook wel door verrast. Dat zorgt er ook voor dat ieder dier heel veel individuele zorg nodig heeft en die willen we ook kunnen bieden. En daarom bouwen we ook het aantal schildpadden eigenlijk relatief langzaam op. We hebben nu rond de 100 schildpadden, zodat we ook van iedere schildpad het welzijn en de gezondheid natuurlijk goed kunnen waarborgen. Op 23 september geeft Fauna Watch een uitlegronde waarbij bezoekers verteld wordt over het leven van schildpadden in een opvang. Via de website van Fauna Watch kan men zich hiervoor opgeven. Dat het ook bot is. Inmiddels is ze dood.